Sandra Lutawen, gehuwd Ghanese, naamgenoot, maar geen familie. Die heeft er twee boeken neergepend. En het gaat in deze om kahanias, verhalen en om gedichten. Nou, deze worden aankomende zondag 17 december gepresenteerd in Hindi Parishad aan de Hindilaan. Wij van TBN Prime Alert hadden een vraaggesprek met de schrijfster over de gedichten en de verhalen. Het gaat om twee boeken welke ze geschreven heeft. Het gaat om haar debuut hier, want het zijn haar eerste boeken. En ze zegt, het heeft haar allemaal getriggerd, gemotiveerd om door te blijven schrijven. U hoort Sandra Lutawen, schrijfster, over haar twee nieuwste boeken. En dat zijn dan gedichten en verhalen. Sani's Kavitya, deel 1, en Sani's Kahania, deel 1. Twee boekwerken van uw hand, mevrouw Sandra Lutawen. Alvorens we praten over uw boekwerken, laten we eens weten, of laten we de gemeenschap kennis laten maken met mevrouw Sandra Lutawen. Wie is mevrouw Sandra Lutawen? Zo, ik ben Sandra Lutawen, gehuwd Ganesh. Ik heb twee dochters, een van 25 en een van 32 jaar oud. En ik heb voorheen mijn peuterschool gedraaid. Heette ook Sani's Peuterschool. Enkele jaren terug ben ik gestopt in verband dat mijn vader overleden was. Dus ben ik geheel gestopt daarmee. Mm-hmm. Dus ik dacht, laat me nu beginnen met wat anders. En sinds 2018... Ja, nee. 5 jaren terug ga ik naar de mandir. En van de mandir uit kreeg ik van de voorzitter aangeboden om een gedicht voor te dragen. In verband met Nari Divas. Mm. En dan heb ik een gedicht voorbereid. Heb ik dat voorgedragen in de manier. En ze vonden het best wel leuk. Dus en daar heeft u dus gemotiveerd om verder te gaan. En dan was de heer Weilen, nu Weilen, heer Sudhir Purohi daar zo. Die kwam elke week. Dus hij zei, Sandra, kom, laten we iets samen beginnen. Ik zeg, oké, fijn. Dus dan zijn we zo samen, maar met alleen gedichten. Mm-hmm. Dus waren we samen bezig. Hij schreef, ik schreef, stond samen. Zij heeft corrigeerde me, want hij is hoger dan mij, dus hij corrigeerde me altijd. En dan zodoende hebben we zo samen boeken van hem gemaakt. Maar daar hij er niet meer is, wil ik het niet zo laten staan. Ik wil verder gaan. Mm-hmm. En verder in de zin van, ik ben ook begonnen met mijn kavita's en kahanis. Mm-hmm. In drie talen, in het Hindi, in het Devanagari, dat is Hindi, in het Romaan en het Nederlands. Mm-hmm. Heb ik in drie talen geprobeerd om te schrijven. Ja. Maar het zijn geen moeilijke verhalen, zijn korte verhalen, zodat dan iedereen kan verstaan, als zijn ze Hindustanen, als zijn ze niet Hindustanen. Dus zodat het makkelijk overkomt voor een ieder. Ja. En dit zijn dus uw eerste boekwerken? Klopt, dat is zo, ja. En dat wil niet zeggen dat ik tot hier ga blijven. Ik denk dat ik zeker verder ga. Ja. En dit wordt allemaal groots gepresenteerd, vanaf aankomende zondag. En dat is dan 17 december, zal dat allemaal gepresenteerd worden in Hindi Parishad aan de Hindilaan. Als mensen dus dat ook allemaal willen bijwonen, vanaf hoe laat mogen ze daar zijn? Vanaf 6:30. We hebben een uurtje van 6:30 tot 7:30. Het kan, meestal loopt het meestal uit. Maar we beginnen vanaf 6:30. Inloop is meestal vanaf 6:00. Ja. Laten we beginnen met de kavitas, dat zijn gedichten. Uh-huh. Ja, wat heeft uw inspiratiebron? Wat was uw inspiratie? Maar dat wat ik zei, dat de heer Sudhir Purohi, met hem gingen we samen kavitas schrijven. Uh-huh. En waarover gaat uw kavitas? Want mensen schrijven over van alles en nog wat. Van alles en nog wat. Het heeft geen onderwerp, het heeft verschillende onderwerpen. Uh-huh. Dus dat heel boek heeft 20 kavitas in drie talen met verschillende onderwerpen. En dat verhaalboek heeft 10 verhalen met verschillende onderwerpen. En hoe het werkt met in verschillende talen. Ja, dus hoe ging dat? Stel, u was thuis en er kwam wat in u op en u begon gelijk neer te pennen. Ja, klopt. Maar dit is eigenlijk vanaf toen ik op de Mulo-school zat. Mm. Zodra ik een lesuur vrij kreeg, ging ik alvast schrijven. Mm-hmm. Toen ging ik 2-3 regels schrijven en die vriendin of vriendjes, weet je, onderling ze komen. Ja. Ze zegt, schrijf voor me, dat schrijf ik. Maar dat had me ook geïnspireerd om naar sierschrijvenles te gaan. Bij meneer Sonny Indalal. Okay. En dat maakte dat je mooi kan schrijven. Je kan mooi de randjes maken, weet je. Je kan versieren. En dat zo doen. Ging ik schrijven. En daarna op den duur, dat stop je.
Weet je, want de school maakt dat je het niet verder kan. Je laat, je denkt, man, laat maar waaien. Weet je, dus en zodoende, en dan zoveel jaren later, toen ik naar de mandir ging, dat werd daar aangeboden. En dan is de heer, de afwijlend Soedin-parochie is bijgekomen. En dan, dat heeft gemaakt dat ik steeds nu verder ga. Ja, en uw kahanias, uw verhalen, ja, waarover gaan dat allemaal? Gaat over al rond. Gaat over alles, het heeft geen onderwerp, geen vaste onderwerp, geen enkel verhaal. Het zijn verschillende onderwerpen. Ja. Een van de verhalen waar u bijzonder trots op bent, waarover gaat dat? Ja, er is eentje dat man en vrouw zijn getrouwd. Het is een liefdesverhaal, maar een korte. Ze zijn getrouwd en die vrouw wordt gegeven moment boos op die man. Ik zeg, ik verlaat je, ik ga uit huis. Ze zei, oké, ze kregen, weet je, ze kregen ruzie om met elkaar. En dan, die man is naar het werk gegaan. Wat doet die vrouw? Ze weet, oké, mijn man kwam om zo'n tijd. Schreef ze op tafel, op een briefje. Ik ga nu weg, ik vertrek en ik kom nooit meer. Zo geschreven is het op tafel gelegd en dan is ze onder het bed gaan schuilen. Ze is onder het bed gaan schuilen en die man is toen dan van het werk gekomen en zei ze, hé, ik zie een brief op tafel, hij gaat lezen. En hij leest, hé, mevrouw heeft geschreven dat ze uit huis gaat en ze komt nooit meer terug. Maar als hij goed kijkt, ziet hij haar voeten onder het bed. Oké, die man heeft niets gedaan. Oké, hij is gaan douchen, hij is gaan verkleden, hij heeft mooie kleren gedragen. En hij pakt zijn telefoon en belt, hé, schat, ik kom jou ophalen. Maak je klaar, I'm free. Yeah. No woman, no cry. Yeah. Dus hij heeft zo gezegd en hij wil nu weggaan. Maar op dat brief schrijft hij nu het antwoord. Hij schat, ik ga je niet verlaten. We houden heel veel van elkaar. Hij heeft dat geschreven en dan gaat hij nu uit huis. Mm. Hij gaat uit huis, hij gaat op de hoek brood halen en wat lekkers. En dan komt hij thuis. Nee, op dat brief heeft hij ook geschreven, begin eten klaar te maken, want ik kom zo thuis. Dus dan is hij naar de winkel gegaan, hij brood gehaald, hij komt thuis. Hij wil thuis, nog niet thuis aangekomen. En die vrouw, die is bevend bij de tafel gegaan om te lezen. Het leek alsof dat heel huis ging beven. En zij zelf beefde om dat brief te lezen. Eén, mijn man heeft zeker iets negatiefs geschreven. Maar toen ze las, dan die man heeft geschreven, oh schat, je bent lief, je bent dit, je bent dat. Begon ze emotioneel te raken. En toen ze emotioneel raakte, wist ze niet meer wat ze moest doen. Ze had er heel veel spijt van. Dat ze dat niet moest doen. Mm. Dus en dan begon ze weer snel dingen klaar te maken waarvan die man hield. En toen die man thuis kwam, zaten ze weer samen bij elkaar. Die vlinders begonnen weer te vliegen. De rozen begonnen weer te bloeien. En dan was het zo, ging het leven wel verder. Is het een waar gebeurd verhaal? Nee, het is een verzonnen verhaal. Ja. Ik moet u vragen dan. Ja, misschien heeft hij het meegemaakt. Nee, zo'n persoonlijke verhaal. En een kavita waar u bijzonder trots op bent. En misschien mag u dat ook zelf voordragen. Her insaan ke moti ki tarha hai. Her insaan ek moti ki tarha hai. Bahut khas aur anokha hai. Aaye hum sab vishwas karte rahe. Sab maan, manan aur mooli mein. Je is dharti ka aasha ke kiran deta hai. Dus dat wil zeggen, elk mens is een parel. Heel bijzonder en uniek. Laten we allemaal blijven geloven in respect, normen en waarden. Het geeft een sprankje hoop op deze aarde. Dus dat was mijn korte kavita. En hoeveel heeft u er in totaal in dit boek? In dit boek heb ik 20 kavitas. Mm. 20 kavitas, ja. Ja. Drukwerk, alles Suriname zelf? Of heeft u hem in het buitenland laten doen? Nee, ik heb alles Suriname gedaan. Alles komt uit mijn eigen zakgeld. Mm. Ik heb geen sponsors gevraagd. Dus omdat mijn kinderen zeiden, mama, we gaan het zelf doen. Is jouw eerste boek en dat hebben we samen gedaan. Ja. En is uw gezin trots? Ja, dat, dat wel. Ja, ze zijn best wel trots. Ja, ze motiveren me ook heel veel. Maar doe dit, schrijf dit, maar corrigeer dit, maar doe dat. Weet je, dus steeds helpen ze me. Tot nu toe helpen ze me. En een dergelijke ondersteuning vanuit uw gezin, wat zegt dat dan u? Heel veel. En dat geeft je ook de plezier. Het moet, weet je, dat je steeds verder gaat. Ja. Dus dat, ja. Waarom ik je die vraag stelde, vaak merken we, veel al bij de Hindustanen, hè? Niet dat ik een natrap geef of zo, maar wanneer de kinderen groot zijn, lijkt het alsof die mevrouw of die meneer geen hobby meer heeft. Weet je, en ze vinden daarin ook geen anders, maar bij u is het anders, merk ik. Nee, bij mij is het anders. Juist motiveren ze me. Kijk, mijn man is nu met pensioen, hij is juist thuis, ik heb meer tijd.
ik heb meer tijd, dus ik had, hoe heet het weer, dus dan is hij meer thuis, we doen het samen, weet je, dus en, als ik op de laptop zit, dan doet hij, oh ja, laat me dit doen, laat me dat doen, weet je, dan helpt hij in de keuken. En die meisjes ook, administratiewerk, dus typewerk, ik ben niet zo geweldig erin, maar dat helpen ze me. Twee boeken dus, die Suriname nu rijker is geworden, mevrouw Lutawan, Ganes. Ja. Vanaf, ik zei het al, zondag is de presentatie. Als mensen geïnteresseerd zijn, waar kunnen ze dit kopen? Nou, dit is pas mijn begin. Ik heb niet veel boeken laten uitprinten, want ik ben even een beetje bang. Eerste keer, weet je, dus ben je een beetje bang. Dus ik dacht, nee, eerst gaan. Ik heb wel een paar die ik misschien in Hindi Prashat ga verkopen als het mogelijk zou zijn. En hoe heet het weer? Zo niet gaat het wel naar, de, naar enkele instanties. Zodat het, maar ik denk dat het die tijd wel door Radio Trishul naar buiten komt. Okay. Ja. Ja. En heeft u zich al voorbereid op de presentatie? Ja, wat mogen de mensen aankomende zondag verwachten bij Hindi Parishad? Ja, ze mogen komen, ze mogen langskomen om te kijken hoe het allemaal toe gaat. Hoe het, de presentatie gaat, want het is zijn mijn eerste boeken. Dus ik ben ook benieuwd. Ja. En u zegt vanaf 2018 bent u bezig. En het is nu 2023. Ja. Dus 5 volle jaren. Ja. Want we zijn nu 2023. Ja. Dus 5 volle jaren heeft het u gekost om de kahanias en de kavitas neer te pennen. Ja, klopt. En dat neemt tijd. Want soms, kijk, soms doe je 2-3 regels. Je laat het, want je hebt nog andere dingen te doen. Dan komt die ertussen, dat ertussen. Dan stop je weer en dan ga je weer verder. In de middernacht denk je erover. Oh ja, dat nou. Dan sta je op, noteer je even snel in het klad. Ja. Oké, okay, dan laat je dat. En zo doen en dan verzamel je een kort verhaal. Daarom heb ik geen lange verhalen, maar korte verhalen. Zodat je ook niet verveelt ervan. Ja, mevrouw Lutawan, stel dat er anderen zijn die naar u kijken. En in eenzelfde bootje zitten, een beetje bang. Ja, maar toch moed hebben genomen. Wat adviseert u hun? Nou, ik adviseer alle jongeren, alle oudjes. Ik zeg oudjes, maar niemand is te oud om iets te leren. Dus ik zou ze zeggen, schrijf, probeer. Proberen heeft echt een hele goede kans. Doe. En als je het, willen corrigeren, maak contact met Hindi Prashad. Er zijn mensen daar die het heel graag voor je doen. Ze kunnen het gewoon voor je corrigeren. Alles is het Nederlands, alles is het Roman, alles is het Hindi. Dus doe. Doe. Blijf niet staan. Stilstaan heeft geen optie. Ga door. Dus gewoon korte verhalen schrijven of korte gedichten schrijven. Alle beetjes helpen. De correcties bij u zijn dus gedaan door Hindi Parishad? Nee, van mij is gedaan in iemand vanuit Nederland. Mevrouw Ritu Nanan Pandey. Okay. Ja, zij is van Nederland, dus zij is van Hindi Parishad, maar van Nederland. Dus zij is vandaar. Zij heeft dus de correcties gepleegd? Klopt, ja. Zij heeft het gedaan.